Moin. Goedemorgen. Een vrouw op een kop in de tuin. Een vrouw wat doe jou? Ik zie een paar rekeltjes op die het van de meermouw vallen binnen. Want dat is niet zo goed voor de hinders, heb ik uit. Wat krijgen ze van dan? Ik heb uit Pienenbuk. En hoe vallen hinders heen? Twee. Een rietje erbij of? Mennen, met de karren. Ja. Dus jouzelf? Is... Nou, mijn man op het heen. Op het heen dan kijk ik niet op elkaar. Maar dat komt wel. Wat dan? En ik heb er wel eens op rieden. Nou? Maar waarom keer op het heen net mee? Nou, maar de gezondheid even. Maar dat komt wel goed. Tja? Word je het net door hè? Nee, we hebben het maar net door. We zijn aan de bed aan, dus we gaan mooi vooruit. Dat is Roos en dat is Rina. Nou, mijn teugenders. Nou, twee teugens. We hebben ook beleerleden voor de teugen. Ja? Maar we doen geen wedstrijden en geen marathon. Gewoon lekker inspannen. Daar zit karken onder zeil. Dus dan inspannen en dan zou het rieden. En hier hebben ze eerst wel eens bij zee staan, maar ja, dan heeft het zicht er niet op, hè? Dus dit is mooier. Dan kun je zaffen uit het huis. Ja, bij de hele gijzen. Nou, bij het Isselmaar. Daar heb ik nou een stukje aan. Ja. Maar we zijn van plan om alles een beetje bouwkoer te loeken. Nou, dat is het fijnst. Ja. Dus verhuzie. Ja, de boel zit er keef, dus wie weet. Nou, het is een mooi plakje, allemaal. Maar geeft het je net aan het het om dan te verhuizen? Nee, het bloed wil staan, denk ik. Nou, dus dan zijn we dan kisten we altijd even daar rijden. En we zien nog. Of is het voor jou ook het afsluiten van de periode? Dat ik al van beiden. Nou, mijn man is ik ziek geweest. En die, dat gaat nou ook wel goed. En nou, even later jij ik dat ik ziek weer. Dus, dat weer wel even heftig. Nou? Ja, je hebt alleen wat en van de kerst en dan baarde echt die rotziekte, zeg maar. Nou? Ik kan het niet uitspreken, dat vind ik verschrikkelijk. Ja? Ja, vind ik erg. Maar ja, het is ja, toen komt je. Maar met hem gaat het goed en met mij gaat het verder goed. Geduld hebben.